Hernandez. Ze mag nog wel herkansen. We kijken nu naar Bryan van Dijk. Hij maakt hier een Yuko tegen de Georgiër David Kevkhishvili. Een Yuko-voorsprong voor Van Dijk. Een mooi gevecht, maar hier neemt de Georgiër goed over. Wie scoort er? Van Dijk zegt, ik heb gescoord. De scheidsrechters overleggen. Wat heb jij gezien? Wat heb jij gezien? Wie heeft er gescoord? Van Dijk wacht af. En de scheidsrechter zegt, had je mee? Niemand heeft gescoord. Blijft de Yuko van Van Dijk op het scorebord. En een coca inmiddels voor de Georgiër. Maar Van Dijk staat voor. Totdat dit gebeurt. Een Yuko voor de Georgiër. En dan staat Van Dijk ineens achter. Yuko, coca voor de Georgiër. En alleen een Yuko voor Van Dijk. Hij moet initiatief nemen. Probeert het hier, binnenwaarts, met de voet. Wordt hier getild. En dat is een Yuko voor de Georgiër. Dus die bouwt zijn voorsprong uit. Twee Yuko's voor de Georgiër en een coca. Eén Yuko voor Van Dijk. De tijd dringt. Hier de score. Van Dijk heeft haast. En de Georgiër is passief. Doet verder niks meer. Gaat hier naar de grond. Dat is een straf. Normaal gesproken die krijgt hij ook. Een coca erbij voor Van Dijk. Dat is niet voldoende. Hier gaat hij weer naar de grond. Dat is weer een straf. Dan wordt de coca een Yuko. Maar dat is, kijk maar, hier krijgt hij de straf ook niet voldoende. De Georgiër blijft een coca voorstaan. En dan is de tijd voorbij. En zo strandt Bryan van Dijk op dit WK. Hij is uitgeschakeld.